In het Europees Parlement, waar ik nu zit, hier in Straatsburg, hou ik me met verschillende onderwerpen bezig. Het buitenlandbeleid van de EU, het handelsbeleid van de EU en de digitale agenda. En tussen die drie onderwerpen is eigenlijk steeds meer overlap. En sinds een paar maanden ben ik rapporteur, eigenlijk leidend in het doen van onderzoek naar het EU-buitenlandbeleid en de rol die internet en communicatie en informatietechnologie daarin spelen. Er moet ook een strategie uitkomen. Want als je ziet hoe groot de impact is van ICT, in het kort op de levens van mensen in Europa, maar ook daarbuiten, dan kom je er al snel achter dat het beleid nogal achterloopt. In het buitenlandbeleid ben ik veel met mensenrechten bezig. Ik ben ook woordvoerder voor onze liberale fractie hier in het Europees Parlement. En er zijn een heleboel opvallende ontwikkelingen als het gaat om mensenrechten en de rol die technologie speelt. Aan de ene kant zie je in landen als Tunesië, Egypte, Syrië, Iran, maar ook in China, in Burma, Azerbeidzjan, een lange, lange lijst landen, dat mensen via technologie hun mensenrechten kunnen opeisen. Ze kunnen vrijer communiceren, ze hebben toegang tot informatie, ze kunnen mensenrechten schendingen documenteren en delen. En ze kunnen zich ook organiseren en mensen mobiliseren via mobieltjes, maar ook social media en internet. Het klinkt allemaal heel positief en er zijn ook mensen die daar een soort utopisch idee over hebben. Maar de andere kant van de medaille is ook heel wezenlijk. Namelijk de manier waarop overheden in met name dictaturen of landen waar de overheden de macht waar ze altijd een monopolie op hadden en informatiestromen echt in eigen hand willen houden en bereid zijn daarvoor heel ver te gaan. Ook die regimes, hun staatsbedrijven, hun politieapparaten gebruiken technologie op een steeds verfijndere en systematischere manier. Het voormalige regime in Tunesië van Ben Ali was eigenlijk wereldberoemd, achteraf gezien, om hun verregaande begrip van hoe je technologie, surveillance systemen, massacensuur, monitoring en het opsporen van mensen via technologie kon laten verlopen. En ook in Egypte vonden activisten toen ze een politiebureau openbraken, eigenlijk uitdraaien van al hun mobiele gesprekken, e-mailverkeer, maar ook Skype-gesprekken. Juist terwijl mensenrechtenorganisaties nog lange tijd zeiden, gebruik nou maar Skype, want mobieltjes zijn niet veilig. In Iran werden GPS-signalen van mobiele telefoons gebruikt om te kijken of er misschien meer dan 10 mensen op een straathoek staan, zodat die al uit elkaar gedreven konden worden. Activisten spreken van gevangenissen die voor de helft gevuld zijn met mensen van wie hun e-mail en mobiele verkeer zijn buitgemaakt via virussen of andere inbreuken. En algemene aanwezigheid van technologie om mensen te onderdrukken. Nu lijkt het natuurlijk alsof we het over een andere wereld hebben. Tunesië, Egypte, Iran, Syrië, landen die heel anders zijn dan de Europese landen. Maar helaas, in mijn onderzoek naar de situatie in Iran, Syrië, Egypte, Tunesië en andere landen in de wereld, ben ik erachter gekomen dat het juist westerse bedrijven zijn die de technologische systemen leveren aan dit soort landen, aan overheden, politie, justitie en staatsapparaten en staatsbedrijven vaak ook, om mensen te onderdrukken. En dat is eigenlijk onacceptabel. De EU wordt wel eens gezien als een bolwerk van bureaucratie. En helaas is het dat soms ook. Er zijn voor van alles en nog wat regeltjes. En zeker als het gaat om de export en de consumptie van allerlei goederen. Denk aan speelgoed. We hebben de befaamde bananen- en komkommerdiscussies gehad. Overal zijn wel standaarden voor. En dat is vaak om goede redenen. Namelijk voedselveiligheid, veiligheid van kinderen als ze met speelgoed spelen. Milieueisen, je wil niet dat zomaar chemicaliën van verpakkingen in eten komen. Nou, je kunt je daar allemaal wat bij voorstellen. En des te verwonderlijker is het eigenlijk dat dit soort technologische systemen vrijwel zonder controle worden geëxporteerd naar landen waar de meest agressieve regeringen zitten, die deze systemen vervolgens gebruiken linea recta voor mensenrechten schendingen. Via dit handelsbeleid liggen er dus ook kansen om daar verbeteringen aan te brengen, om meer transparantie af te dwingen en om bedrijven ook verantwoordelijk en medeverantwoordelijk te maken voor
toch ook de consequenties en de consistentie van het EU-buitenlandbeleid. Het is vreemd dat je zegt dat een land geen rechtsstaat heeft, dat dat ernstige gevolgen heeft voor mensen, en je tegelijkertijd zonder enige controle toestaat dat zogenaamde lawful interception apparatuur in een context waar lawfulness eigenlijk ontbreekt, dus rechtmatigheid niet afgedwongen kan worden en er ook geen mogelijkheden zijn voor het aanklagen van de overheid als je denkt dat die technologieën misbruikt worden, dat die toch zomaar geëxporteerd worden. Dus al met al zie je dat we op beleidsniveau, politiek niveau nogal achterlopen bij de snelheid van technologische ontwikkelingen. Zeker als het gaat om de impact op mensenrechten. En als we wel een geloofwaardig mensenrechtenbeleid willen en buitenlandbeleid willen in Europa, moeten we daar wat aan doen. En wat gaat het Europees Parlement daar concreet aan doen dan? In mijn strategie zal ik een soort all-round plaatje schetsen van hoe zo'n Europese strategie eruit kan zien. Daar zal over mensenrechtenbeleid worden gesproken, maar ook over handelsbeleid en over veiligheidsbeleid, om dat goed te balanceren met vrijheden van mensen. Kun je al een tipje van de sluier oplichten? Ik ben op dit moment vooral ook naar die exportstromen aan het kijken. We zullen via specifieke wetgeving op het gebied van export proberen te zorgen voor meer transparantie. Maar eigenlijk kom je dit soort beslissingen min of meer dagelijks tegen. Als het gaat om wat we zelf doen in Europa bijvoorbeeld ook. Er is een hele discussie over ACTA geweest. De risico's die dat zou hebben voor internetvrijheid in Europa. Maar een andere kant daarvan is natuurlijk ook dat als je in Europa omwille van het opsporen van auteursrecht inbreuken al toestaat dat internet service providers internetverkeer gaan monitoren bijvoorbeeld, of als dat een mogelijkheid is die niet wordt uitgesloten, dan is het veel moeilijker om een land wat dat standaard doet om mensenrechtenverdedigers op te sporen om hun mening via internet service providers aan te spreken. Hetzelfde zagen we in Engeland. Nadat er rellen uitbraken, wilde de regering bepaalde instant messaging diensten gaan verbieden. In China en Iran was het gehoord hoor. Ze zeiden meteen, hebben jullie hulp nodig bij het in toom houden van jullie jongeren. Dus de geloofwaardigheid van Europa houdt nauw samen met hoe we zelf met dit soort beslissingen omgaan. En ja, je ziet echt dat het een wereldwijd verbonden wereld is, waarbij je niet meer zo makkelijk kan zeggen, wat we hier doen heeft alleen betrekking op onze eigen mensen, op onze eigen burgers en moet in die context gezien worden. Als wij technologieën ontwikkelen en exporteren die louter bedoeld zijn om mensen op te sporen en die in de handen laten komen van regimes die dat systematisch doen bij mensen die een mening hebben die tegen het regime ingaat, dan hebben we een ongeloofwaardig beleid en daar moet een einde aan komen.